verwachtingen? Ik ben eigenlijk zonder verwachtingen naar hier gekomen. Ik ben niet zo bewust de koers aan het volgen. Dus we hopen natuurlijk dat hij wint, maar verwachtingen heb ik nog niet echt. Hoe is het eigenlijk gesteld met Wout? Is hij genezen? Is hij volledig fysiek in orde voor de ronde bijvoorbeeld? Het gaat niet zijn zoals andere jaren, want de operatie was toch iets ingrijpender dan hij zelf ook had verwacht op zijn lichaam. Dus ja, hij heeft zijn best gedaan en hij, nu kan hem zien hoe dat hem is eigenlijk. Het is de eerste keer ook dat hem terug koerst, maar na vanavond dat ik nu kan zien, denk ik dat het toch redelijk goed is. Wat verwacht je nog dit jaar of wat hoop je nog te bereiken met Wout dit jaar? Ja, die vraag heb ik nogal gehad. Ik denk dat september een heel mooie maand kan worden en oktober ook. Maar ja, we zullen zien, maar ik hoop een mooie maand september. Waarom geen tweede kindje? Een tweede kindje? Ik ben nog aan het bekomen van het eerste. Maar ik mag niet klagen, nu worden, maar eigenlijk weet hem bijna niet. Het is een super braaf kind. Maar ik ga genieten eerst van het eerste kindje. Oké, veel plezier. Dank je wel.